Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken vrij veel wolkenvelden over Nederland en uit die bewolking valt af en toe ook een licht spatje motregen, met name ten noorden van de grote rivieren. In het zuiden is het overwegend droog met in de loop van de ochtend ook al wat zonneschijn en vanmiddag breekt op meer plaatsen de zon van tijd tot tijd door. Temperaturen lopen dan behoorlijk op met een meest matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden, het warmst op plekken waar de zon het best uit de verf komt. In de avond klaart het dan langzaam verder op met iets dalende temperaturen. Maar het kwik blijft boven de 10 graden. Vannacht zakt het kwik in het binnenland daar wel net onder. De uh, temperatuur loopt morgen weer snel op. Uh, de start kan wat nevelig zijn, maar daarna is het vrij zonnig. Met sluierwolken dat wel. Het blijft droog en in de middag wordt het 20 tot 22 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuiden tot zuidwesten. Zaterdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. In het zuidoosten kan het 24 graden worden. Laat op de dag kans op een bui en zondag starten we met wat buien. Later wordt het weer droog met wat zon en maandag is de zon in volle glorie terug. Zondag en maandag wordt het 16 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl